Yes, vandaag is het Belgisch kampioenschap freestyle. En zoals jullie kunnen zien, schijnt de zon. Dat is goed. Dan ga je het goede energie geven vandaag. Dit is mijn krachtvoer voor vandaag: havermout. De tactiek is om mijn tegenstanders te verrassen met al mijn gekste moves. Tempower! Let's go. Zou het het beste zijn om mijn moeilijkste trucs te proberen? Zou het het beste zijn om op veilig te spelen? We gaan goed veel risico's nemen vandaag en onze moeilijkste dingen proberen. De zee. De zee. Hier gaan we. Atla. Hier zijn we. Hier zijn we in de Dias Arena waar het event plaatsvindt. Hier ga ik dus proberen om kampioen te worden. Hier zijn we. Dit is de plaats waar alle freestylers trainen. Zoals je kan zien is het een hele mooie ruimte. En hier vinden op dit moment de battles plaats. Zoals je kan zien is iedereen goed in vorm. Je moet me proberen kwalificeren. En dit ben ik. Ik slaag erin om een paar van mijn moeilijkste dingen te laten lukken. En hier lukt ook een lange combo van mij. Hierna moest ik ook nog een battle doen om me te kwalificeren voor de top 16 tegen deze Waalse jongen. Hij noemt Sebastien en hij heeft best een paar goede moves. Maar ik kan gewoon mijn basic dingen doen. Ik heb het gevoel dat ik hem kan verslaan. Klein dropje, maar dat is oké. Hij is wel creatief, maar ik versla hem sowieso op moeilijkheid. Dus ik denk wel dat ik de battle gewonnen heb. En ik ga inderdaad door naar de volgende ronde. Update, ik ben sowieso al door naar de top 16. Dat is goed, nu moet ik tegen William. Dat is een moeilijke tegenstander, dus ik ga mijn moeilijkste trucs moeten doen. Vlak voor mijn battle tegen William oefen ik deze truc in. Daarmee wil ik hem verrassen en hopelijk een beetje nerveus maken. En natuurlijk doe ik de core t-shirt aan voor de hardcore trucs. Dan nog een beetje trainen en dan is het aan mij. Dit is William. Zoals je kan zien is hij heel erg goed. Hij was vorig jaar de tweede. Hij begint nog redelijk makkelijk. Ik ga gewoon de hele battle plaatsen, zodat jullie mee kunnen zien wie er gewonnen is. Nu komt hij. Ah, het was zo close. Het was gewoon een touch. Ik dacht dat ik hem had in het moment, maar ja. Nu ben ik natuurlijk bang om te droppen. Dus ik probeer simpelere dingen te doen, want ik heb al een keer een drop gehad. Maar ik moet toch tegelijkertijd ook moeilijke dingen doen en ah, net niet. En nu is het terug aan William. William heeft hele gekke lower combo's. Die kan ik op zich ook wel als ik heel hard zou trainen, maar deze dingen kan ik sowieso niet in battle. Dit is wel echt next level. Dus ik moet het van de allermoeilijkste trucs hebben, maar die lukken natuurlijk niet altijd. Nee, ik probeerde iets moeilijks, maar de bal vloog niet hoog genoeg. En helaas, een klein dropje. En terug een van de moeilijkste dingen die mislukt. Maar ja, dat hoort erbij. Ik moest gewoon echt risico's nemen. Ja, dit was niet zo clean, maar oké. Okay. Hier is het terug aan William. En William moet denk ik niet echt zijn best meer doen, maar op dit moment heeft William het sowieso gewonnen. Maar ik heb in mijn achterhoofd nog een paar hele moeilijke trucs. En ik hoop stiekem dat mijn 360 graden truc nog gaat lukken. Dus ik ga het er hierna toch nog eens op wagen.
Oké, dat is mijn laatste kans. Ah, de bal raakte mijn schouder ook nog even en ik landde hem net niet. Ah, ook deze moeilijke truc. De moeilijkste trucs zijn natuurlijk zodanig moeilijk dat ze bijna nooit lukken. En deze combo lukt natuurlijk wel nog even. Zo, dit is de battle. Laat weten in de comments wie jij denkt dat gewonnen had. Voor mij was het sowieso William die heel duidelijk gewonnen was. Het publiek wil de allermoeilijkste truc toch eens zien. Dus na de battle wil ik hem toch nog even tonen. En het publiek hypt me op zodat hij misschien wel gaat lukken. Ah, nee, hier is hij niet. De bal moet heel hoog gaan. Ah, de beweging zit wel goed, maar natuurlijk moet ik de bal op het juiste moment op de juiste plaats raken. Zoals hier, maar alleen heb ik net niet genoeg tijd om genoeg controle te houden over de bal. En William is natuurlijk de winnaar. Terecht. Ik moest net tegen William Rijs, die tweede was vorig jaar. Ik moest mijn allermoeilijkste moves proberen, maar ze waren helaas net niet gelukt. Ook sommige basic drops en William was heel sterk. Ik denk dat hij zich ook nog wel gespaard had. Dus, voor mij is het geëindigd bij top 16. Ik ga jullie verder tonen hoe William het gedaan had. In de top 8 moest hij tegen Thomas, die een heel goede tegenstander is. Maar William heeft heel consistente en moeilijke lowers. En William wint in de top 8 van Thomas. Tegen Lelby zal hij moeten. Lelby is al een keer kampioen geweest. Geef hem ook een groot applaus, Lelby! 2 jaar geleden was hij Belgisch kampioen. Dus Lelby is een heel moeilijke tegenstander voor William. En ze zijn elkaar zeker waard. Ik ga een stukje tonen van de battle. En William heeft vooral goede lowers en daarmee kan hij zeker wel winnen. En dat toont hij ook. Net zoals hij tegen mij heeft getoond. Maar natuurlijk ook heel creatief. Maar Lelby heeft natuurlijk een heel unieke stijl en dat onderscheidt hem wel een beetje van de rest. Ja, dit zijn goede moves hoor. Degene die hem eruit heeft genokt, doet het goed. Een b-boy geïnspireerde stijl, dat vinden veel mensen leuk. Natuurlijk valt het op en hij doet daarbovenop ook nog eens hele moeilijke moves zoals deze. En ik vond dat Lelby net gewonnen had en het was 2-1 voor Lelby. 2 juryleden stemmen voor Lelby en het overige jurylid voor William. Dus het was heel nipt. In de kleine finale, de finale om de derde plaats dus, moet William dan tegen Thibaut. En Thibaut is vorig jaar derde geworden en William was vorig jaar tweede geworden. Dus dit zijn 2 van de top 3 van België, sowieso. Ja, dit jaar zal er 1 top 4 worden en 1 top 3. William heeft hele moeilijke moves, de allermoeilijkste natuurlijk. William traint ook veel, dat weet ik. En ik apprecieer zijn stijl ook. En uiteindelijk wint William en wordt William derde. Dus uiteindelijk heeft de derde mij eruit genokt. De finale van het Belgisch kampioenschap van 2023 is dan Lelby tegen Liam Wee. Liam Wee en Lelby zijn beiden al 1 keer Belgisch kampioen geweest. Dat is een hele goede finale. Liam Wee is de huidige Belgische kampioen. En Lelby, degene die daarvoor Belgisch kampioen wordt... Dus wie kan er opnieuw Belgisch kampioen worden? Liam Wee kan zijn titel verlengen en Lelby kan natuurlijk opnieuw kampioen worden. Elke finalist heeft 3 rondes. Ik ga gewoon de hele battle tonen. Dat is iets heel moeilijks van Liam Wee. Ah, ik vind het heel mooi, maar helaas lukt het net niet. In de finale moet je natuurlijk moeilijke dingen proberen en dan moet je risico's nemen. En in dat geval bestaat er natuurlijk altijd wel een kans op een drop.
Ah, helaas. Net zoals bij mij de 360 Mechelen truc mislukte, mislukt deze truc ook. Op dit moment zou ik zeggen dat ik Lelby net iets beter vind, aangezien hij minder dropt. En natuurlijk, van de dingen die lukken, zijn de dingen bij Lelby ook misschien iets moeilijker. Maar Liam Wei toont zijn eigen stijl, ze hebben beide hun eigen stijl, dat is ook waarom ze in de finale geraakt zijn. En hier gaat Liam Wei nog een hele moeilijke truc doen en die lukt gek genoeg. Ja, mocht de rest gelukt zijn van Liam Wei, zou Liam Wei gewonnen zijn voor mij, maar door de drops vind ik dat Lelby gewonnen is. Oeh, deze was natuurlijk ook nog moeilijk, maar ja, ik vind dat het verschil net niet maakt en voor mij is Lelby wel gewonnen. Maar de laatste ronde had Liam Wei wel gewonnen voor mij. Maar in het algemeen Lelby voor mij. En we gaan het zien of het waar is wat ik zeg. De nieuwe kampioen is... Lelby! Dit was het Belgisch kampioenschap in de Dias Arena. Uiteindelijk ben ik top 16 geworden. De straten van Oostende. De man is er ook. Wat was het? Tempo voor vandaag. Top 16 is uiteindelijk wel een mooie plaats. Ik ben bij de beste 16 freestylers van België, dus op zich ben ik wel tevreden.